Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dit is? Sabah. Heel goed. Assalamu alaikum allemaal. Assalam. Wij waren samen vandaag naar een van de mooiste moskeeën van Nederland. In Leiden. Na Salam moskee natuurlijk. In Leiden. Bij Sheikh, weet je nog zijn naam? Abdelhamid. Wat was het onderwerp van vandaag, Salahdin? Het vrijdag gebed. Het vrijdaggebed en wat je allemaal moet doen bij het vrijdaggebed, hoe je het moet beginnen en Wat zijn de belangrijkste dingen die de imam heeft genoemd, wat we wel moeten doen? Waar moeten we mee beginnen? Surat al-Kahf lezen. Surat al-Kahf lezen, is heel belangrijk. Sunnah van de profeet. As-salawat. Salawat op de profeet, sallallahu alayhi wa sallam, doen. Ja. Dus het zeggen van? Van Allahumma salli ala Muhammad. Okay. Ja. En wat moeten we aantrekken? Mooie kleding. Oh, inshallah. Hij laat gelijk zien hoe het moet. Mooie kleren. Wat nog weer? Lekker geurtje. Lekker geurtje. Hij moet in je beste vorm natuurlijk naar het gebed gaan. Ja, belangrijk. Het is een zegende dag. Gezegende dag. Ja. Wat nog meer? Wat moeten we niet doen, Salahdin? Het slechtste wat je kan doen, ga ik als laatste opnemen. Je moet vooral niet met vieze kleren en vies ruiken naar de moskee, want dan ga je andere mensen storen. En dat moet je vooral niet doen, dat gaan ze niet fijn vinden. Je mag niet met je buurman en buurvrouw praten, dus die naast je zit en zo. Je mag niet hand geven tijdens de preek. Je mag ook niet. Het is beter als je niet te laat komt bij het preek. Na de preek of voor de preek mag je mogen een groep mannen niet bij die vrouwen zitten bij de deur. Hetzelfde geldt voor de vrouwen bij de mannen. En het slechtste wat je kan doen is roken voor het gebed of voor de preek. Waarom? Omdat het gewoon niet goed is voor jou. En de imam zei dat je het niet moet doen. En het, je moet het al helemaal niet doen, want het is ook slecht voor je en het is haram. Oké, dat is belangrijk. Het is haram en het is slecht voor je. Je kan er longkanker van krijgen, maar je kan... Heeft iemand dat verteld, dat die longen? Nee. Dat heb je zelf verteld. Ja, dat zeg ik wel. Oké. En je kan ook je longen zwart worden. Ja. Daarom moet je ook vooral niet roken. De imam zei wel dat het haram is. Ja, klopt. Ja. Dat was denk ik wel een goede samenvatting. Een goede samenvatting, inderdaad. Barakallahu fikum voor het kijken. Misschien de volgende keer geven wij jullie weer een samenvatting, inshallah. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.